Baby Finn is gevonden in een vondelingenschuif. Wat is dat juist? Een vondelingenschuif is een veilige plek waar moeders of vaders hun kindje dat zij niet kunnen opvoeden of geen middelen of gelijk welke reden waarom, kunnen op een veilige plaats achterlaten. Baby Finn is hier achtergelaten. Hoe gaat dat? De mama of de vader of wie dan ook doet het luik open, legt het kindje erin en doet het luik toe. Het alarm gaat bovenaf en de conciërge heeft 4 minuten tijd om naar beneden te komen. De baby ligt dan in het bedje. Wat gebeurt er dan? Dan wordt het kindje uiteraard uit dat bedje genomen. Dan wordt de dokter verwittigd. In dit geval was dat kindje dus in uitstekende gezondheid. Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, is nu verantwoordelijk voor baby Finn. Dat heeft hij laten weten op Facebook. Dat betekent dat hij ermee voor zorgt dat Finn de beste zorgen krijgt. De baby verblijft nu een paar weken bij een kinderopvang van de stad Antwerpen om dan naar een gezin te gaan dat voor hem zal zorgen. Gebeurt dat vaak dat hier baby's worden achtergelaten? Baby Finn is de 19e. En sinds wanneer staat ze? 2000. Dus in 21 jaar is baby Finn de 19e baby die hier wordt achtergelaten. Ja. Waarom is zo'n vondelingenschuif zo belangrijk? Wel, het is belangrijk voor moeders of vaders die een kindje niet willen houden, die er niet voor kunnen zorgen. De vondelingenschuif is een veilige plaats waar het ook direct gevonden wordt, waar het dus direct met liefde omarmd wordt en waar die alle zorgen krijgen. Als de echte mama en papa van Finn toch nog voor hem willen zorgen, dan hebben ze 6 maanden om contact op te nemen met Monique. De video heb je gecheckt, nu nog liken. Ja, daar beneden zo. En hier vind je nog meer video's. Abonneer je snel op ons kanaal om niets van Karrewiet te missen.